Ik schiet iedereen kapot met mijn gouden brak. Oh nee, ik heb nu nog zelf ge... Maar zo meteen heb ik gouden brak. Want op dit moment is gouden brak in de store te kopen en jullie weten het. Ja, die gaan we dan natuurlijk kopen. Staat trouwens ook al in de titel. Dus dan is het overduidelijk dat we die natuurlijk gaan halen. Maar brak heb ik nu momenteel rank level 30. Had ik aan het begin van het seizoen gepusht. Toen was brak nog net iets beter dan wat brak nu is. Nu zijn de kogels die hij schiet of die raketten zijn iets trager. Dus het wordt nu wat moeilijker om zeg maar met brak te spelen. Maar ik dacht, weet je wat, het maakt niet meer uit. We hebben rank level 30 al gehaald. We gaan gewoon kijken of we op de 1000+ trofeeën een paar potjes kunnen winnen met gouden brak. Dan hoop ik wel dat het een beetje goed gaat. Ja, we gaan erachter komen. Op dit moment heb je in Showdown Plus eigenlijk totaal geen broks meer. Dus ik denk dat het heel slecht gaat, maar misschien met een beetje mazzel dat we weer gaan halen. Dan gaan we richting de rank level 35. Nee, dat zou wel heel lijp zijn als dat gaat lukken. Nee, maar voordat we gaan beginnen, doe dat duimpje omhoog. Zouden we 2000 likes kunnen halen? Zou top zijn. En vergeet ook niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En dan mocht je me willen sporten, jullie weten het. Gebruik de code BOUS en dan check BOUS aan mijn kleding op BOUS.nl. Maar hier, dit is hem. Deze wil ik hebben. De gouden brak skin. Ik weet niet hoeveelste gouden skin dit is die ik al heb. Maar ik heb er volgens mij al meer dan 20. Ja, ik weet niet precies hoeveel. Maar in ieder geval, ziek nice. Massief gouden brak. Ja, dit is wel echt heel ziek. Deze skin ziet er heel nice uit. Ook omdat ik hem nu rank level 30 heb. Maar oh, check hoeveel skins ik al heb voor Brock. Dat slaat echt helemaal nergens op. Maar ik ben er bang voor dat we echt keihard gaan verliezen. Maar we gaan het zien. Ik ga het gewoon proberen. Gewoon op 1000+ trofeeën met gouden Brock. En vaak een gouden skin werkt juist afra rechts. Vaak op hoog niveau in Brawl Stars. Als jij in Showdown een gouden skin hebt, dan willen die spelers je juist backstabben. Die denken, hij geeft veel te veel geld uit aan Brawl Stars. Ik mag hem niet. Ik ga backstabben. Vaak gebeurt dat, maar ik hoop dat dat dan nu niet gaat gebeuren. We gaan het zien. Oké, daar gaan we dan. Daar gaan we dan. Ik schiet iedereen kapot met mijn gouden brak. Oké, we hebben in ieder geval mooi wat krachtpunten. Dus dat is wel even heel relaxed. Ja, daar ben ik wel blij mee. En dan hebben we hier ook nog eentje. Met een beetje massa kunnen we links ook nog openen. Ik zie in ieder geval dat er nog een brak is. Dus dat is in ieder geval lekker. En daar is een Lou. Ik zal even een hartje doen. Ik heb geen zin om die Shelly tegen mij te krijgen. Zit hier nog een knokker? Oh, nee. Oké, nu moet ik wegwezen. Oké, oppassen. Maar die Shelly die moet ook oppassen. En oké, daar is nu die... Brak, ik moet hier nu... Oké, ik ben dood. Shit! No! Oké. We doen een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ah, boeit me nu toch niet meer. Richt... Wat is dit nou weer? Richt 1100 schade aan. En dan krijgen we 100... Wat? Hebben jullie dit ooit gehad? Is dit een fout in het spel of kan dit? Ik heb geen idee. Richt 1111 schade aan. En dan krijgen we 1111 tokens. Ja, dat krijgen we nu er ook gewoon bij. Huh? Wat? Is dat iets speciaals of was dat serieus een... Nee, dat was niet serieus een opdracht. Huh? Oh, het spel... Huh? Maak één keer gebruik van opnieuw spelen. Speciale opdrachten. Oh, dit zijn speciale opdrachten. En dan krijg je ziek veel tokens erbij. Bro! Oh, huh? Dat wist ik niet eens. Dit heb ik nog nooit gezien. Oké, mijn nieuwe ronde, nieuwe kansen. Eens kijken of we Brock nu weer terug kunnen pushen naar de rank level 30. Zou wel baas zijn. Net ging me niet heel goed, maar het spel lekt een beetje. Dat is wel irritant, maar hey, we gaan er gewoon het beste van maken. Oké, die stoel gaat weg. Dat is mooi, dan hebben we in ieder geval deze twee kistjes. En dan ga ik nu naar onder. Ja, die Shelly die was net irritant, maar Shelly is ook gewoon een goede knokker. Ik zou even spinnen. Hier zat net de kistje, die is nu weg. Wat gaat die stoer doen? Ik wil gewoon teamen. Stoer. Ik wil gewoon teamen. Maar je moet mij niet gaan aanvallen. Wat gaat hij doen? Ja, dit is heel gevaarlijk. Ik heb geen idee wat hij doet. Oké, stoer, die gaat daar weg. Oké, top. Ik wil eigenlijk even mijn super krijgen. Oh, daar is een Shelly. Die Shelly die moeten we pakken. Als we die Shelly's nou uitschakelen met z'n tweeën, dat zou top zijn. En waar gaat die Shelly nu heen? Ik denk dat die daar nu zit. Ja, inderdaad. En er zit ook nog een spike in het midden, volgens mij. Oh, ik moet ondertussen ook nog uit gaan kijken. Ja, even hier. Die Shelly. Ja, nice. Oké, die spike, daar moet ik voor oppassen.
En ik ga nu sowieso dood. Ja, man! Oh, we zijn wel 50 geworden met plus 2 trofeeën. Dus echt min trofeeën krijgen we niet. Maar dit is zo moeilijk, man. Ik schiet nog niet iedereen kapot met mijn knokkenbrok. Maar hey, we gaan het doorproberen. Ik ga gewoon kijken of ik één potje gewoon dik kan winnen met gouden brok. Nee, ik ga niet lekker. Nee. Ik ga even terug naar de bosjes. Ah, jongen, af en toe heb je die lags en dat is zo irritant. Maar ik wacht even af in de bosjes. En dan zo meteen gaan we wel weer tevoorschijn komen. En dit is zo hinderlijk, jongen. Maar iedereen heeft dit nu momenteel in deze game. Dus ja, oké. Okay. Top. En wat ga jij doen? Ah, oh, dit is zo irritant. Stomme Sandy! Oh. Jongen, Sandy die werkt eigenlijk best wel goed op deze manier. Oké, okay, nou, ik ga tot nu toe echt niet goed. Maar wij hebben weer gewoon 1000 tokens erbij. Ik snap er helemaal niks van. We gaan echt supersnel zo door de pers heen. Hebben we nu weer... Oh nee, nu hebben we niet nog zo'n opdracht. Het zou echt bizar zijn als we weer zo'n opdracht hadden gehad. Of zijn dit speciale opdrachten die je tegenwoordig krijgt als je een gouden skin koopt? Dat zou ook wel eens kunnen. Want ik heb die opdrachten nog nooit gehad. Dit zijn de makkelijkste 2000 tokens die ik ooit heb verdiend. Maar we hebben trouwens meteen weer een potje gevonden. Gewoon meteen na het vorige potje meteen weer een game. Oké, dan moet het nu een keertje goed gaan komen. Dan hoop ik dat dat gaat gebeuren. Oké, daar is een Gil. Ja, wat gaan we doen? Hier is nog een kistje. Hier zijn er nog twee. Weet je wat? Ik ga gewoon YOLO avontuur. Ik ga gewoon volop in de aanval. Ik heb gewoon geen zin. Die Shelly, opdonder jij. Nu ben ik on fire. Niemand komt in de buurt van mij. Het is gewoon alles of niets momenteel. Oké, wat gaat die Shelly doen? Die gaat dat kistje mee helpen openen. Nou, dankjewel. Ik zal even spinnen. Maar dan is het wel mijn krachtpunt. Ja, oké. Oké, 4 krachtpunten. Nu moet het dus goed gaan komen. Maar ja, ik heb geen vriendjes gemaakt met die Shelly. Dus ik weet niet of het in dat geval goed gaat komen. Maar we hebben hier een bosje, dus dat is wel chill. Oké, nu moeten we een keertje gaan winnen. Ondertussen wordt hier aangevallen. We kunnen hier misschien een kill maken. Ja, dat is nice. Ik heb nu 1 kill gemaakt. We kunnen hier misschien die Spike aanvallen. Wow, ik had net niet lekker mijn super ingezet. Maar op zich gaat het wel. Oh, nee. Oké, ik heb geen vrienden gemaakt, maar hey, maakt niet uit, jongen. Ik ben op YOLO avontuurpad. Ik ga gewoon volop in de aanval. Weet je, ik moet gewoon iedereen killen. Ja, niemand mag mij killen en ik moet iedereen killen. Oké, ik ga wel even spinnen richting die guild. Oh, ik heb gewoon iemand in het midden geraakt. Oh, daar is nu Shelly. We zitten in ieder geval in de top 5. Ik zal even gewoon die Shelly pushen. Ik denk dat wij met z'n allen wel beter die Shelly kunnen pushen dan... Ik zal... Oh, mijn gadget. Oh, nee. Ik wou mijn gadget indrukken. Jongen. Ik ga gewoon niet omhoog. Op zich kan het wel, maar het gaat tot nu toe niet heel goed. Maar ik blijf doorstrijden met mijn gouden brok. Kijk of ik toch weer de Irak level 30 opnieuw kan halen. Ja, we zijn ondertussen aan het strijden en in het volgende potje. Ik heb nu in ieder geval wel vriendjes gemaakt. Die Gil is mijn vriendje. Ik ga nu niet de YOLO-tactiek doen die ik net ook deed. En dat ging toch niet helemaal goed. Oké, we gaan die Gil nu wel backsteppen. Sorry, Gil, maar ja, dat zijn toch weer 2 trofeeën er voor mij bij. Oh, die Max is hier ook bijna dood. Ik ga niet over de muur heen springen, want dan word ik waarschijnlijk gekild door die Bee. En daar heb ik ook geen zin in. Ja, dat zou ook heel shit zijn. Ik wil gewoon even met die Al Primo teamen. Wat gaat die Max doen? Als die Bina nou blijft, dan ga ik zo meteen mijn super inzetten op die Max. Dus ik ben benieuwd wat die Max gaat doen. En ik kan hier even gewoon irritant doen op afstand. Ik moet nog 1 hit doen en dan is die Max dood. Ja, nice. Oké, 2 kills. Dit lijkt er meer op. Ik zal even spinnen richting die Bee. En dan moet ik uitkijken. Maar die Al Primo kunnen we misschien ook hebben. Nee, die heb ik niet. Maar die Lola... Wat moeten we daar tegen doen? We moeten hier even uitkijken. Die kunnen we nu hebben. Oh, nice Bee. Nice, oké. Ik ben gewoon aan het teamen met Bee. En dat doet hij toch niet. Hij backstabt mij. Maar eindelijk een keer een potje goed gespeeld. Hey. Oké, ja, het kan nog wel. Ik schiet toch nog iedereen een klein beetje kapot met mijn knokkenbrok. Oké, we doen nog maximaal 3 potjes. Als ik binnen 3 potjes niet terug ben naar rank level 30, dan laat ik het erbij. Want anders ben ik hier misschien wel weer een uur aan het spelen zo. Oh, misschien dat ik hier een kill kan maken. Nee, die Lola maakt die kill. Ik wil Lola gewoon als vriend houden. We zijn ondertussen in de top 4. Dus we hebben in ieder geval plus trofeeën. Maar ik blijf hier gewoon eventjes zitten. Gewoon rustig zitten. En gewoon kijken of we in ieder geval in de top 3 kunnen komen. Ondertussen gaat die Lola in gevecht met een andere Lola volgens mij. We kunnen misschien even kijken of ik hier die Lola kan backsteppen. Dan hebben we in ieder geval een top 3 plek. En dan heb ik nog een kill erbij. Oké, dat gebeurt niet. Maar die andere Lola, die is ook wel redelijk low qua HP nu momenteel. Die kunnen we ook wel hebben. Ja, nice. Oké, dit zou gewoon kunnen lukken. Wat gaat die Gil doen? We kunnen misschien nu een eerste plek krijgen. Als ik nu deze raak, dan is het voorbij. Nou, kom op.
Nee. Ah, shit, die kill heeft nu weer te veel levens. Hij heeft weer te veel levens. Oké, dit is shit. Dit is shit. Nee. Oké, dit is heel erg behalend. Het ging zo goed. Ik had bijna een eerste plek, maar we kunnen nog steeds tweede worden natuurlijk. En misschien hier alsnog. Nee. Oké, we zijn tweede geworden, dus dat is mooi. Dan hebben we in ieder geval weer plus trofeeën. Als we nu nog één keertje goed spelen, heb ik gewoon de 1000 trofeeën weer gehaald. Oké, we zijn ondertussen wat verder in het potje. Er zit een Lola in het midden. Die loopt nu naar boven. Kunnen we die nu hebben? Dat zou mooi zijn. En er zit nu ook een Leon achter mij aan. Ah, nee! Stomme Leon! Jongen, ga dan op die Lola. Oké. Dit gaat hem nu niet meer worden. Rank level 30. Ik had ze gezegd, nog 3 potjes. Dit wordt dan het laatste potje. Of ik moet nu eerste worden met echt 4, 5 kills. Dan zou het nog kunnen. Nou, ondertussen zitten we in de top 4. Oh, daar is een stoel. Lol! Kan ik deze kill ook nog stelen? Dat zou helemaal top zijn. We kunnen dit misschien winnen. Nou, denk ik niet dat dat gaat gebeuren tegen een Frank met 8 krachtpunten. Maar hey, je weet het niet. Je weet het natuurlijk maar nooit. We gaan het gewoon proberen. Ja, je weet het natuurlijk. Eén shot. Oké, we zijn tweede geworden met 2 kills. Dus dat is mooi. Kunnen we in ieder geval... Oké, weet je wat? Ik ga het toch nog proberen. Ik wou eigenlijk stoppen, maar ik zit nu weer zo dicht bij rank level 30. Ik wil gewoon kijken of ik weer rank level 30 brok kan halen opnieuw. Dus we blijven het toch nog even proberen. Oké, ondertussen wordt hij volop gevochten. Die gif die vind ik heel irritant. Die moet eigenlijk even doodgaan. Dus dat zou nice zijn als dat gaat lukken. Die speelt trouwens ook helemaal niet goed. Maar dit moet ik toch wel kunnen afmaken, zou je denken. En hier gif, kom om het hoekje dan. Kom om het hoekje. En nee, weer niet. Jongen, die Max zit daar ook irritant te doen. We hebben trouwens ondertussen al een kill dit potje. Dus dat is mooi. Ik laat die Max gewoon even voor wat het is. En dan mogen hun het gewoon mooi gaan uitvechten. En dan ga ik nu die Max backsteppen. En dan hoop ik eigenlijk zo die gif te kunnen pakken. Dat zou mooi zijn. En nu moet het toch wel lukken. Nee. Oké, nice. Oh, dat is nog maar net goed gekomen. We zitten in de top 4 en ik heb 2 kills al. Dus dat is erg lekker. Dit zou kunnen lukken. Alleen één nadeel. Ik heb geen gadget meer. Maar hey, dat weten mijn tegenstanders niet, hè. Dat ik geen gadget meer heb. Dat weten ze niet. Dus misschien dat het toch nog goed gaat komen. Ondertussen heeft Rosa nog een kill gemaakt. Alleen die Edgar. Ja, dat is wel shit. Oké, ik hoop dat die Rosa eerst op die Edgar gaat. En volgens mij, als ik nu tweede hoor, met die plus 4 erbij, heb ik genoeg trofeeën. En oh, als ik die Edgar nog zou kunnen killen, zou helemaal nice zijn geweest. Ik heb geen idee waar die Rosa nu heen is. Oh, die is daarheen. Dan weten we dat ook. En ik heb geen gadget meer, dus ik ben sowieso de lul. Ja, dit kan haast niet. Oké, volgens mij heb ik nu weer rank level 30 brok, als het goed is. En nee, 999, no! Oké, we moeten nog 1 trofee erbij krijgen. Nou, het beslissende potje om terug te gaan naar de rank level 30. Het gaat tot nu toe prima. Volgens mij heb ik deze hele hoek voor mezelf. Hier zit niemand. En volgens mij zit hier ook niemand. Of iemand moet achter dit muurtje al dit hele potje schuilen. Dat zou kunnen. Maar voor de rest gaat het prima. We zitten in de top 6. En moeten nog 2 mensen doodgaan? Nee, top 4 is niet genoeg. Want dan moeten we ook een kill hebben. Ik zou even spinnen richting die bow. Ja, hartje. Even vriendjes worden. Zorgen dat we die niet tegen ons hebben. Oh, jawel, er zit wel iemand. Oh, lol. Die Frank zit daar al het hele potje. Die zit daar serieus al het hele potje. Dat is echt niet normaal. Oké, kunnen we die kill hebben? Ja hoor, dat is heel lekker. En dan hebben we het nu... Ja, we hebben het nu gehaald. Yeah! We hebben weer een rank level 30 gehaald. No way. Nee. Na een half uur valt mijn camera uit. En net het potje dat ik win... No! Is mijn camera uitgevallen? Oh, ik was precies een half uur aan het opnemen. Oké, terwijl dat ik dit aan het praten ben, zien jullie even het eind van het vorige potje. Ik ging helemaal los omdat ik dan het laatste potje eerste word. En ik dan toch nog win met mijn knok en brok en iedereen kapot maak. Maar, oh man, oké. Maar we hebben in ieder geval mooi wat trofeeën erbij. Sterker nog, ik ben nog meer omhoog gegaan dan waar ik mee begon. Dus brok is nog steeds een enorm goede knokker. Dit is toch wel even heel nice. Knok en brok, oké. Dat was dit voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als je dit nou een leuke video vond, dan weet ik 100 miljoen % zeker dat je video die hier staat ook wel leuk vindt. Nou, niet 100 miljoen, maar wel vrij zeker. En wat ook leuk is, is als je hier drukt, dan kan je abonneren op mijn kanaal. Doe je mij gewoon plezier mee. En dan check Bouwens uit mijn kleding op bouwens.nl. Nieuwe merch staat online. Dan word je echt lid van de Bouwens Army.